van Sweeney Todd. Zijn droeve leven en droeve klot. En zo zijn klotten zo vlot en vlug. En daarna zag niemand zo ooit meer terug. Het verhaal is... Het verhaal van Sweeney Todd, uiteraard de barbier, die terugkomt naar Londen om zich te wreken op alles wat hem ooit is aangedaan. En dat leidt tot een thriller met prachtige muziek. En ik zelf speel daarin Judge Turpin, en dat is eigenlijk een beetje de oorzaak van al het kwaad. En de rest is verrassing. Ja. Ja, en ik speel een bedelares, die komt zo te pas en te onpas, is doorheen het verhaal opgelopen. Maar ik kan er ook niet heel veel over vertellen, maar het is wel een heel leuke rol. Dat is mijn vriend. Kom uit het duister, terug in het licht. Kijk eens hoe jij lacht, mijn vriend. Ik heb heel veel zin. Heel veel zin om... Om dat stoofvlees op te eten en om mensen te scheren, want daarvoor ben ik hier eigenlijk. Ik wil die rol spelen omdat Johnny Depp die gespeeld heeft. Hè. Ik ben zo'n grote fan van Johnny Depp en ik dacht, ik wil dat ook zo spelen. Nee, het is gewoon zo, dit is een rol die al heel lang op mijn verlanglijst staat, omdat dat is ook een rol die in het verlengd ligt van alle andere rollen die ik al gedaan heb. Donkere, gothic rollen eigenlijk. En het is een hele uitdaging om dit te mogen zingen en om dat personage te mogen spelen. Dus ik zat er al lang op te wachten. Ik speel dus Joanna. Ik speel de dochter, de adoptiedochter eigenlijk van rechter Turpin. En ik vind het. Wat? En ik vind het heel leuk om te doen, omdat het toch eens een keer iets anders is. Nu maak ik echt wel zo het meisje, jong meisje speel, wat dat eigenlijk de eerste keer is dat ik dat mag doen. En het is ook best klassiek. Dus dat is wel een uitdaging voor mij. Ik vind het heel fijn. Ik steel je, Joanna. Het is één, niet simpel voor ons. Als de mensen komen luisteren, is het wel gemakkelijker om naar te luisteren, ja. Denk ik. Maar het is voor ons een heel moeilijke partituur, sowieso. En ja... Het is gewoon, goud. Ja. Het is heel intelligent geschreven, ja. Waardoor dat je eigenlijk alle informatie die je nodig hebt, staat al in de partituur. Ook de sfeer die geschetst wordt door de componist is fantastisch. Ja. Sondheim is natuurlijk ook een beetje doorgecomponeerd. Hè. Heel af en toe heb je een paar scènes ertussen, maar niet heel veel. Dus het is doorgecomponeerd. Dus automatisch wordt alles doorheen de muziek verteld. Maar ik vind echt hoe dat Sondheim dat heeft gedaan, om echt eigenlijk je gevoel in muziek te verwoorden, fantastisch. Het is anders dan een liedje brengen. Ja. Pak nu een Grease, zal ik zeggen. Hè. Dan heb je liedjes voor de leuk in of om een dansje op te doen. Ja. En hier is... Het verhaal gaat toch altijd wel door in de muziek. En het is zo sferisch en je krijgt zo... Bij Sweeney Todd krijg je ook af en toe het gevoel dat het je bekruipt en je weet niet wat het is, maar dat je zo een beetje ongemakkelijk voelt of zo. En dat zijn alleen al is dat maar door sommige akkoorden die dat teweeg brengen. Dat vind ik wel... Dat is wel uniek. Soms een weinig gebruikte stoel. Hoe meer hij bloedt, hoe meer hij leeft. Er was niet een man die vergeet en vergeeft. Het is natuurlijk een fictief verhaal, hè? Dat is heel belangrijk. Heel belangrijk om te weten, want het is niet een echte biografie van iemand of zo, dat je denkt van, amai, er bestaan toch slechte mensen in de wereld. Nee, het is een fictief verhaal, dus het is eigenlijk een komische griezel. Stuk. Een komisch griezelstuk, dat is het eigenlijk. Donkere humor eigenlijk. Ja, het is donkere humor en dat is juist de uitdaging om daarop te balanceren. Dat je de dramatiek niet verliest, maar ook de humor niet verliest. En hoe gaan de mensen naar huis? Ik denk dat ze naar huis gaan onder de indruk. En dat meen ik, want we hebben een goede cast, we hebben heel knappe arrangementen, een goede set en een fantastisch verhaal.